Dag iedereen, Morgan hier. Kester heeft mij getagd in haar video van 50 Facts About Me, dus dat wil zeggen dat ik ook zo'n video moet maken. Dus eigenlijk moet ik 50 dingen over mezelf vinden. Dus laten we beginnen. Ik kan net zoals Kester geen pillen slikken. Ik heb dyscalculie. Ik ben geobsedeerd door Amerika en Amerikaanse stijlen. Ik ben heel raar als ik bij vrienden ben. Meestal trek ik dan van die rare gezichten. Ik kan de PewDiePie face doen. Oh my god. Ik praat heel veel over YouTube. Ik haat school. Ik praat Vlaams, maar eigenlijk ben ik er niet goed in. Ik lust geen pizza. Ik heb geen schrik om een horrorspel te spelen. Ik lach om het minste en zelfs als het niet grappig is, lach ik ook. Ik kan niet onthouden. Ik struikel heel vaak over mijn woorden. Zoals bij deze video. Ik ga waarschijnlijk 20 keren dingen er moeten uitknippen. Ik ben heel rap ziek. Ik heb een allergie aan melk. Ik denk altijd dat iedereen boos op mij is, terwijl dat niet is. Ik ben een heel gevoelige persoon. Ik hou ervan om verlaten gebouwen te bezoeken. En vooral de enge gebouwen. Ik laat mij heel rap doen. Ik probeer altijd iedereen blij te maken. Maar meestal lukt het niet. Ik kijk nooit tv. Ik kijk alleen tv als er iets op is wat ik echt wil zien. Ik probeer altijd mijn best te doen in alles wat ik doe. En als het niet lukt, dan blijf ik proberen. Als ik nog maar een camera zie, dan denk ik direct aan YouTube. Ik denk de hele dag door aan YouTube. Ik probeer altijd voor mijn dromen te werken. Ik heb nog nooit Engels gekregen in school, maar ik kan wel Engels. Ik denk altijd aan de toekomst. Ik droom er soms zelfs over. Ik heb iedere dag een déjà vu. Een déjà vu is dat je erover droomt wat je de dag erna gaat doen. Sinds ik met YouTube begonnen ben, ben ik zelfzekerder geworden. Ik wil later een documentaire maken over de mensen in Afrika. Ik heb altijd stress als ik een video aan het uploaden ben of als ik die aan het bewerken ben. Omdat ik meestal schrik heb dat het niet goed is. Alles wat ik zie dat ze in Amerika hebben en dat ze in België ook hebben, ben ik altijd blij. Als ik ga slapen, val ik altijd met muziek in slaap. Als ik pas een film heb gekeken, leef ik mij er altijd in op. Dus ik denk altijd dat ik zelf in de film ben. Elke keer als ik mijn computer open doe, heb ik altijd schrik dat die terug gebarsten is. Een tijdje geleden deed ik mijn computer open en mijn scherm was gebarsten. Sindsdien heb ik altijd schrik. Ik ben altijd heel verlegen als ik ergens ben. Ik heb totaal geen tweelingzus. Wat zei je daar? Ja, weg. Ik hou ervan om bezig te zijn met alles wat te maken heeft met filmen en YouTube. En ik heb net zoals Kester geen 50 dingen over mezelf gevonden. Dus ben ik er een paar overgeslagen. De video is dus gedaan, dus dat wil zeggen dat ik ook iemand moet verder taggen. Dus de volgende die nu zo ook een video moet maken is B. Samir, de broer van Zakka. Like, subscribe, deel en al die dingen. En hopelijk... tot de volgende keer. And I ain't slept at home, not trying to be left alone. I'm waking up every morning to a metronome. With no alarm clock, I don't gotta set my phone. And know the bar stops selling alcohol after 2 a.m. You no longer in New York City, it's just you and them. And the people who fucking with me, I say they travel the world. I'm about to cover some distances. And I'm just trying to prove to y'all what the difference is. So when you love what you're doing and then you're missing it, I'ma send y'all regards.